Herovi? Ja. Waar ben je? Nee. Waar ben je? Oh, daar bent u. Hallo, Rovi. Hallo. Wat bent u aan het doen? Ik ben wat bloemen aan het slopen. De trouwbloemen die hier altijd hebben gestaan, Rovi. Altijd vol trots gegroeid hier in het park. En jij sloopt dit. Niet. Ja. Oké. Oké. Oh, ik vind het leuk dat je je broer hebt opgezet in het park, maar... Mijn broer? Jouw broer ook? Niet. Kijk maar. Nou, hij lijkt sprekend op jou. Zeg maar F5. Nee, ja, ik heb gekeken, maar hij lijkt meer op jou dan mij. Nou... Hij heeft jouw oren. We hebben godverdomme hetzelfde hoofd. Hij heeft jouw oren. Hij heeft geen oren. Nee, daarom. Maar leuk dat je broer... Maar hij staat er zo heel... Hij staat hier ook heel erg verdekt opgesteld, echt zo. Van, ik kijk mij onder een boom staan, weet je wel. Ja, ik weet niet wie hem neer heeft gezet. Moet je kijken met bedrock nu. Met bedrock. Pak je bedrock en dan sla je op het blokje. Op zijn buikje. Da Vinci Star created round rule. Waarschijnlijk heb jij hem gemaakt. Nee, grapje. Het was Rubex. Rubex? Die heeft gewoon een beer neergezet. Waarom staat hij zo heel verdekt achter een boom? Denkt hij van, misschien groeide er wel honing uit deze boom. Honing? Ja, dat kan toch? Beren zijn te gek op honing. Heb je ooit Winnie de Pooh gekeken, Roby? Ik keek meer Paddington. Ja, je keek een beetje Paddington. Daar gaan ze trouwens een film over maken, maar... Echt? Ja, wist je dat niet? Nee. Een live-action movie, dacht ik, uit mijn hoofd. Maar het was dan een hele volledige animatie. Nice. Nou, ik zal weer zeggen waar we mee bezig zijn, dames en heren. We zijn nog steeds bezig met de houten achtbaan. En deze houten achtbaan... Nou ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig, toch? Ja. Maar hij wordt echt heel schön, want ik vind hem gewoon... Ik heb een paar bomen neergezet, tussenin, in het midden. En ik ben de Grapfloor. Trouwens, even een ode aan Grapfloor. Deze man is altijd hier aan het rondkijken, aan het spieken wat we aan het doen zijn in het park. En altijd aan het kijken, aan het gluren. En hartstikke leuk hoe die altijd overal bij wil zijn. En nooit in de weg staat met bouwen. Hè, Stefmijn? Ja, hè? En Jens hebben we natuurlijk ook. Nou, even kijken. En Jens komt af en toe met zijn zwaard. Komt hij altijd even langs. Hallo, Jens. Hij komt altijd met zijn zwaard. Kijk, ik pak mijn zwaard. Ja, we hebben altijd zwaardjes aan. Kijk, altijd zwaardje. Ja. Cute. Nee, cute. Maar dit hebben we bijgebouwd. Een soort van een remstationnetje. En dat remstationnetje, dat is dit. Dat stukje waar die overdekking is. Dat is nieuw gebouwd. Het schoorsteentje is nieuw. En hier is dus zeg maar het punt waar de mensen hem kunnen besturen. Dus de VIP-mensen. En natuurlijk gaan we dit nog even afzetten. Zodat mensen niet zomaar naar dit gebied kunnen gaan. En dat doen we dan gewoon met zo. Met fanshekjes. Zo, even momenteel doen we dat even zo op die manier. Maar het ziet er echt, het ziet er zo gezellig uit, dit stukje. Moet je kijken, Roby. Als ik hier sta, dan heb ik echt zo'n knus hoekje. Echt zo verschrikkelijk leuk. En ook die bloemetjes, die rode bloemetjes, zijn er iets te veel. Maar dat wordt nog aangepast. En kijk, hier zo. Dit stukje is zo knus en leuk. Met die, ja, met een klein torentje daar. Waar? Daar. Dat, zeg maar, waar je onderdoor gaat hier met achtbaan en dan dat torrentje. Want dat is uiteindelijk. Kom maar. Shit. Net te laat. Kijk, en hieronder ga je door, maar dat is de uitgang, dames en heren. En als je de uitgang uitloopt, dan kom je eigenlijk in dit soort van spiraaltje. Je bent verplicht om hier naartoe te gaan, dan hier zo omheen te gaan. Dat is echt een leuke uitgang. Trouwens nog niet helemaal gethematiseerd, want hier kon namelijk nog een leuk blokje staan. En we kunnen nog een leuk chestje neerzetten hier zo. Hartstikke gezellig. En dit is een soort eetzaaltje waar je dus een beetje kan chillen. Hallo, chill, chill, chill. Beetje chillen. Beetje chillen in een bubbelbad. Zet weer een chestje neer. Wat ga je doen? Niks. Nee hoor. Oké. Nee. Kijk,
Kijk, en hier is dus de ingang, jongens en meisjes. Ik heb al een paar van die bordjes. Dat zijn echt de wegwijzers. En daar staat ook op, de Woody Coaster heb ik opgezet. En dan weet je altijd wanneer of waar de Woody Coaster is. Namelijk, als je wat hier naartoe loopt, zie je hier staan de ingang van die Woody Coaster. En wanneer die open is, zullen deze deuren ook gaan openen. En waar is Woody? Ja, die komt hier nog te staan, maar die is even verhuisd. Die is even nog wat anders doen. Ja, dat kan toch? Oké. Okay. Roy, we waren even bezig met de thematisering. Want wat is dit voor een thematisering, Roy? Ik denk dat je dit, het is een Wild West Coast, dus je zou een beetje Wild West aan kunnen kleden. En aangezien Minecraft natuurlijk al volledig gebaseerd is in een beetje Wild West sfeer door de objecten die je kan gebruiken. Zoals de fences natuurlijk en ik vind de juicebox vind ik ook wel echt wat Wild West hebben. Want in een Wild West gebied staat altijd wel een juicebox. Er zijn wel een aantal dingetjes die echt chesten ook. Hele leuke ouderwetse chesten van bruin. Je kan echt heel leuke dingetjes aanpassen. En die kleine dingetjes, zo maak jij een achtbaan leuk en gethematiseerd. Bouw alsjeblieft wel realistisch. Dus zet nooit iets naast een rails. Want dat ziet er trouwens heel raar uit. Dus als je hier wat plaatst, het is allemaal, dat maakt het ten eerste krap. Het ziet er krap uit. En het is ook onrealistisch, vind ik. Dus bouw altijd één blokje naast je achtbaan. Nou, de speed moet nog ingesteld worden. Maar we hebben een best wel snelle speed ingesteld. En we kunnen wel even een ritje laten zien. Maar dan zien we gelijk dat de speed niet goed is. En gaan we eens even kijken. We gaan eens even een testritje doen. Roy, ga je er een mee in? Oké. Speciale testrit in deze special aflevering van Disneycraft. Ik zal er een in rangeren. Alleen het einde klopt nog niet. De karretjes gaan helemaal in elkaar. Dus Roy, je mag gaan zitten. Ja. Oh, Snufferbeest gaat er ook in. En dit is nog... Ik zal erbij zeggen voor hem. Speed is nog niet goed. Snuf. Oké, let op. Dus de speed is nog niet goed ingesteld. Hou daarmee rekening. In het begin is die anders ingesteld. Nou, je vertrekt dus zo vanaf het perron. Heel leuk. Daar kom je. Hallo, Roy, Sjoaasje, van de mensen. Hallo. Hallo. En je gaat er onderdoor. En dan ga je naar boven toe. En dat is ongeveer... dat gaat ook verkeerd, want dat had ik ingesteld op 0.08. En die gaat volgens mij ook nog wel aardig snel omhoog. En dan komt ineens het snelle niet schrik hoor, want je gaat echt keihard in één keer. Ik zal trouwens ook gaan ingaan zitten, want dan zullen jullie het zien. En door jou getimmerd zit het huisje. Ja, leuk hè. Hartstikke leuk. Schuin zie je, leuk hè. Oh, ziet er zo leuk uit. Oh. Zo, je gaat onderdoor. Door. Zitten echt bijna in me. Oh. Dat schuin is leuk. Dat loopt echt vloeiend, zeg maar. Dat is heel raar. Ja, joh. Nou, hij doet perfect zo. Ik zie ook echt de hele tijd Snufferbeest in me. Als ze heel snel gaan. Ja. Leuk achtbaantje zo. Geen remmen. Wow. Zo. En één karretje. Is de rest? Dat zit allemaal in elkaar. Dat is verkeerd. Ja, dat is iets een fout. Blobelet heeft voor de eerste... Ja, omdat ze zo snel gingen, denk ik. Ja, dat is de eerste attractie die Blobelet heeft ingesteld. En die is nog niet helemaal 100% goed. Maar wel leuk dat hij het heeft geprobeerd. Want dat is altijd goed. Je kan altijd als medewerker iets proberen natuurlijk. In deze Disneycraft server. En we gaan de video afsluiten. Roby, heb je nog een oorkonde? Nee. Oeg. Roby! Oeg! Nee! Ronon! Roby! Roby, Ronon! Kom terug, hè! Roby! Roby, Ronon! Kom al, Roby! Kom hier! Kom hier, Roby!